En vanavond sta ik dan in Lelystad, in het Agora Theater. En bij het Agora Theater in deze stad denkt natuurlijk iedereen meteen aan die oranje doos. Ja, die oranje doos die dan midden in die stad ligt en die van binnen knalrood is. Knalrood. Dan sta ik hier voor een gele deur, maar de zaal is knalrood. En zit ik hier een beetje rond te kijken naar het oude Agora Theater. En prachtig, want hier hangt gewoon Ome Willem. Ome Willem. In 1984 was hij hier. Kijk, 1984. Ome Willem. Wauw. En nu heeft hij zelfs zijn handtekening ergens achtergelaten. Hier, andere foto. Ome Willem. Met Liefs van Teuntje. En dan staat hier. Kijk, staat hier. Dus, ik weet niet of het scherp staat. Voor Agora van Ome Willem. Hartelijk dank voor jullie goede hulp. Joepie de Poepie staat nog op zijn shirt. Nou, dat is natuurlijk leuk. En dat vind ik, dat vind ik leuk om te zien. Ah, kijk hier, Edwin Rutte nog een keer. Voor de derde keer. Hij hangt hier overal. Zou, ik denk, kijk, dit is ook Edwin Rutte, maar dan in een pak van Seth Gijkema. Leuk. Leuk om al die foto's te zien hier. Joep van het Hek. Dat is een oude foto van Joep van het Hek. Urbanus. Urbanus. En Carrie Tefse en Karin Bloemen, is dat Dr. Anders P. hierboven? Nou, historie is teruggebracht door deze foto's. Paul van Vliet, Joke Bruijs, ik zie hier allemaal Bert Visser, heel lang geleden, in dit nieuwe, moderne Agora Theater. Maar leuk dat er toch nog dingen hangen van vroeger. Nou.